Hans, voor de A16 Rotterdam kickstart, zouden wij kunnen zeggen dat jouw leven zich permanent een beetje in een soort testfase bevindt? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben eigenlijk doorlopend bezig met testen, ja. Dat klopt. Dan gaan we dat eens even uittesten vandaag. We zijn vertrokken! This new highway is black and green. Smallest road I've ever seen. Oh my sweet 16. Hans, jij bent tunneltester, maar is het nou wel nodig, joh? Zo'n tunnel is toch gewoon een stuk asfalt onder de grond? Ja, maar daar zitten een heleboel systemen in om te zorgen dat mensen veilig door die tunnel heen kunnen komen. En al die systemen moeten hun werk goed doen. Wat zit er allemaal in? Nou, er zitten 54 systemen in en dan moet je denken aan camerasystemen. Er zitten wel 96 camera's in zo'n tunnel. En daar zitten ventilatoren in, verlichting. Ja, moet je even voorstellen dat er een ongeluk gebeurt in de tunnel en er ontstaat brand. En dan wil je echt zeker weten dat die tunnel goed afgesloten wordt. Dat de hulpdiensten gaan komen, dat de rook weggeblazen wordt. Dus er zijn een heleboel systemen die samen moeten werken om het veilig te maken. Zodat mensen op tijd kunnen vluchten. Ja, dat maakt het heel complex. Ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om me voor te stellen dat daar dadelijk verkeer door gaat rijden. Nou, dat kan ik je wel laten zien. Echt? Ja, tuurlijk. Maar dan moet je mee naar Amsterdam. Jij rijdt. Is goed. Maar wat is er dan precies te zien in Amsterdam? In Amsterdam hebben we ons testcentrum. En daar zijn ook alle 3D-modellen van de tunnel. Maar waarom staat dat niet in Rotterdam? Voor testen willen we heel dicht bij de mensen zijn die de software schrijven. In Rotterdam hebben ze alleen havenarbeiders. Ja, geen programmeurs. Ja, ik zie hem. Geef me gas. Zullen we eens even door de tunnel heen rijden? Ja. Ja, niet te hard, hè. Ik heb al boetes genoeg. Oh, kijk uit. We komen in de vangrail. Calamiteit. Is het nou zo dat jij gewoon van computerspelletjes houdt of is dit echt nodig? Dit is echt nodig. Hier kunnen we nu alles al uitproberen terwijl we geen tunnel hebben. Nou is er een calamiteit gebeurd en ik moet eruit. Wat gaan we doen? Hier heb je de vluchtdeur en dan kom je in het middentunnelkanaal uit. En waarom bij het middentunnelkanaal? Nou? Omdat die tussen de twee verkeersbuizen inricht. Maar ja, die kan ik in het echt natuurlijk nog niet zien. Jawel, dan moeten we alleen in Rotterdam even gaan kijken. Als we terug gaan naar Rotterdam, dan ben ik altijd voor. Oké, laat maar zien in Rotterdam. Nou, gaan we in Rotterdam. Oké. Okay. Je rijdt regelmatig voor je werk op en neer tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja, dat klopt. Heb je een goede kilometervergoeding? Ja, wat zien we hier? Nou, hier zie je nou het middentunnelkanaal. En je ziet ook een hulppostkast en een vluchtdeur. Dus daar komt ook nog een brandblusser ergens. In dat grote vierkante vak, daar komen de brandblussers in en een brandslanghaspel. En een noodtelefoon, want we moeten natuurlijk ook even kunnen bellen. Schoenenkast, spiegeltje. Ja, misschien ook wel. En dat dan? Ja, dat is het dak van de tunnel. Daar komen straks bomen op te staan. Zodat het weer mooi uitziet hier. Ja. En die bomen die hoef je niet van afstand te besturen? Nee, dat zijn gewoon zelfstandige bomen. Geen slagbomen? Maar gewoon zelfstandige bomen. En die bak met water daar in de verte, wat is dat dan? Ja, daar komen naar de slagbomen. En de verkeerslichten. Dus dat is de toerit naar de... Naar de tunnel toe. En bij calamiteiten sluit je daar dus af. Ja. Maar daar kunnen we dus niks van zien. Jawel hoor. Hans. Ja. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik op één dag twee keer naar Amsterdam rijd. Ja, jij bent nieuwsgierig. En wat is dit dan? Ja, dit is de werkplek van de wegverkeersleider. En hier kan hij de hele tunnel bedienen. Ja, als wij willen dan kunnen we de slagbomen dicht laten gaan of de verkeerslichten op rood. Droom je hier wel eens van? Nee, nachtmerries. Omdat het allemaal goed moet zijn. Wij hopen dit jaar de tunnel helemaal goed werkend te hebben. Helemaal in de software dat alles goed functioneert. En dat betekent gewoon dat we een jaar eerder klaar zijn dan dat de tunnel klaar is. Vind je het goed dat ik voor één keer de wegwezer voor mijn rekening neem? Dat is een persoonlijk dingetje. Ik vind het helemaal goed. Want ik ben hartstikke blij dat ik hier ook kwam. Maar nu als een speer naar Rotterdam en we zijn weg.